Welkom bij de FC Afkikken Daily van donderdag 28 april. We hebben een hele mooie locatie uitgekozen, want het is een bijzondere dag. Sowieso de dag na Koningsdag, maar ook de dag van Feyenoord-Marseille. Dus we staan bij de Kuip met niemand minder dan Marten Haven en terug van weg geweest, Jean-Paul Rizon. Ik mocht weer eens op mijn draven. Nee, hartstikke leuk jongens. Ja, hartstikke veel zin in ook. En een mooi plekje. Ja, dit is toch mooi. Ja, voor mij als Utrechter is er geen mooier stadion dan dit. En ik begrijp dat de club verder moet en dat er ook zeker het een en ander moet gebeuren. Want zeker als het regent hier, dan komt het water uit alle gaten. Maar het blijft een mooi stadion van Nederland. Hebben we laatst met de bekerfinale ook weer gezien. En dan dit affiche, hè? Ja, kan toch niet mooi, hè? Nee, dat vind ik ook. Voor jou, Martje? Ja, gelukkig schijnt vandaag de zon. Ik vind het ook een prachtig stadion. Wat mij betreft het mooiste stadion van Nederland, volgens mij. Volgens iedereen. En terecht. Het zal gaan spoken vanavond. Absoluut. Ik heb er heel veel zin in. Hoe was jullie Koningsdag? Overleefd? Net aan? Fysiek aanwezig. Fysiek aanwezig. Jij ook? Bier, bier, bier. Maar op tijd gestopt. Heel gezellig. Fris en fruitig vandaag. Keurig. Hey, laten we gaan kijken naar vanavond. Of eigenlijk naar de route die Feyenoord heeft afgelegd. Het is nogal wat. Weer een club in de halve finale van een Europees toernooi. Het heeft ook best wel veel wedstrijden gekend. Volgens mij ook een record van een aantal wedstrijden wat een team heeft gespeeld. Ja, half juni begonnen ze of zo, toch? Half juni, ja. En toen was het ook bijna weer afgelopen tegen Drita. Nou, en dat contrast is wel bizar, want dat is misschien wel de meest gênante vertoning die ik ooit van een Feyenoord shirt heb gezien. Dat hoe ze gewoon werden weggespeeld door de lokale bakker en de slager. Van erger dan Trent zien, hè? Ja, dit was echt, ja, dat was erg, ja. Echt afschuwelijk. En ik weet dat ik ernaar te kijken. Toen gingen ze ook nog in de laatste minuut 1-1. Ja. Wat deed jouw hart dat toen? Ja, en je had nog die wedstrijd had je ook nog geluk dat Pedersen speelde. Die nog volgens mij twee keer ook nog een 1-1 eruit haalde, omdat hij natuurlijk razendsnel is. Maar dat was, ja... Toch was ik toen al wel positief, man, met Slot. Want dat was nog het begin van het seizoen. En toch zag je al toen al die dingen van... Ah, dit is zo'n goede trainer. En die brengt er zoveel meer in. Dus dat was al wel beter dan, dan vorig jaar. Wat gewoon afschuwelijk was. Maar dat was al even... Ja, misschien was dat wel. We hadden het hier van tevoren even over. Van hoe belangrijk is deze wedstrijd van vanavond nou? Die van Drita was ook echt heel belangrijk. Als je gaat kijken... Anders had je dit helemaal niet meegemaakt. Wat wel heel veel betekent heeft. Nee, precies. Nee. Want het heeft veel voor Feyenoord betekend. Ja man, sowieso. Maar ook gewoon het zelfvertrouwen wat je als spelers en als club krijgt door internationale wedstrijden te winnen. Is volgens mij echt niet te onderschatten. Ik bedoel, Desser staat er nu overal heel goed op. Dat was zonder die Europese potjes nooit gebeurd. Nee ja, het heeft iets losgemaakt in Rotterdam. Wat ik een beetje begon als grapje natuurlijk, die Road to Tirana. En ja, nog steeds weten we niet helemaal wat de impact van dit toernooi is. En wat dat nou echt betekent op internationale schaal. Maar ja, de tegenstanders die er nu in zitten. Het is ook niet dat... Het is zeker geen jut-en-jul competitie voor mij. Ik heb me kostelijk vermaakt met alle wedstrijden van Feyenoord. Mooie tegenstanders. En het leuke vond ik ook dat je hebt eens wat match-ups die je niet elk jaar precies, al krijgt. Ja. Weet je wel? Want bijvoorbeeld in de Champions League kan je het zo uittekenen dat Real Madrid tegen Paris Saint-Germain speelt. Ja. Hartstikke leuk, mooi affiche. Maar het is wel vaak van hetzelfde. En ja, Slavia, Praag. Ja, ik wou zeggen, je komt ze nooit tegen Feyenoord. Nee. Ze twee keer tegen Union. Maar dat is toch mooi. Super. Weet ja, je heel mooi. Nee, zeker. Welke wedstrijd staat jullie het meeste bij? Ik denk die uitwedstrijd van Feyenoord in Berlijn. Met de Dessers die rare goal maakten bij Luton. Ja. Ja, die denk ik eigenlijk voor mij ook wel. Maar ook het gemak waarmee ze wonnen bij Partizan. Ja, waar ze eigenlijk Partizan zelf door wat domme fouten nog een beetje in die wedstrijd houden. Absoluut. Maar daar winnen met, ik geloof dat het 2-5 was. Ja. Reet knap. En dat is wel een beetje een soort van onverzettelijkheid die je in die groep zie je geslopen. Dat je ook wel een gevoel hebt van... Nou, ook al... Heel erg mentaal weerbaar, zeg maar. Weet je wel? Dus dat ook als er foutjes worden gemaakt. Bij andere ploegen zie je dan nog wel eens dat ze het helemaal kwijt. Ja, zeker. Gewoon zelfvertrouwen in de zin van: we weten hoe we kunnen voetballen. We weten dat we hebben een eigen manier van voetballen ook. Waar we gewoon overtuigd van zijn. En dus kunnen we daar altijd op terugvallen. Maar dat kun je volledig ophangen aan Slot, toch? Dat vind ik ook. Dat is wel echt een prestatie. Want weet je nog, voor het seizoen begon, ging jij op Twitter een beetje propaganda maken dat Slot toch een goede trainer was, omdat je bang was voor alle negatieve reacties. Ja, man. Nou ja, hoe anders ziet de wereld er nu uit? Ja, maar dat was rond die wedstrijd tegen Drita. Ja. En volgens mij in de competitie verloor van Utrecht toen? Of was dat, ja, 2-1. Ja. Toen was dat volgens mij een beetje, dat er een beetje hing van, ja, nou ja, zo goed is nou ook allemaal weer niet. Ja, je moet ook iemand... Elfsborg verloren. Ja, Elfsborg. Oh, ja. Was ook niet beste. Dat was ook treurig, ja. Ja, het is een bizar seizoen, maar jij zei het volgens mij net toen je hier aankwam van het leeft wel. Het leeft in Nederland ook wel een beetje. Je hoort het overal. Gisteren op Koningsdag, iedereen heeft het erover, over dat die wedstrijd eraan komt. Net in de trein naar Rotterdam. Overal mensen zitten over die wedstrijd te praten. Ja, dat vind ik wel, dat is wel lang geleden dat we in Nederland zo'n wedstrijd hebben gehad waar zeg maar iedereen
naar uitkeek. Ja, ik denk toch van Ajax tot. Ja, ik denk het ook hoor. Ja, man. Qua impact. En natuurlijk, dat was een trapje hoger. Toen was het ook al wel bij Juve en bij Real was ook al wel een beetje die hype. Maar dat kwam door de tegenstanders ook. Ja, precies. En nu merk je dat ook. En ja, dan is het natuurlijk Feyenoord. Marseille is een fantastisch affiche. Maar bovenal ook iets wat helemaal geen onhaalbare kaart is. Want ja, Marseille is een goede ploeg, zeker. Maar Feyenoord heeft wel laten zien dat ze met hele goede ploeg om kunnen gaan in Europa. Ja. Dus. Hoe staat Feyenoord ervoor, denken jullie vanavond? Dat je hebt natuurlijk Toornstra die geblesseerd is, wat toch wel een belangrijke invalkracht in ieder geval is. Til en Senesi zijn vraagtekens. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Ja, ik heb bij die vraagtekens altijd het idee dat die altijd gaan spelen. Ja. Volgens mij bij belangrijke wedstrijden wordt dat dan altijd gezegd. Ja, we twijfelen voor de tegenstander en staan ze uiteindelijk altijd in de basis. Ja, willen dat zelf waarschijnlijk dan ook. Ja. Hè? Ja, als het echt niet kan spelen, is het natuurlijk niet. Maar ik denk dat bij Marseille ook als Payet ook maar iets zou voelen, dan gaat hij alsnog spelen. Ja, hoor, ja. Weet je wel? Want het is ook voor hun is dit een bijzondere wedstrijd. Dat zal voor Senesi ook gelden, denk ik. Zeker hoe hij er ook in zit dit seizoen. 3 spuiten erin. Ja. Ja, als het moet, dan moet het. Hè? Ik denk dat hij eet die spuiten gewoon op. Ja. Hij koudt erop. Hij koudt echt op. Ja, nee, ik ben heel erg benieuwd. En ja, Til is een beetje een vraag. Die gaat vooral, of hij erbij is, gaat heel veel bepalen voor de manier waarop hij natuurlijk gaat spelen. Want anders krijg je weer de Linse Dessers optie. Vond ik niet heel verkeerd. Nee, ben je wel enthousiast over? Ja, maar ik ben een heel groot Linse-fan. Ja. Ik vind dat hij, en ook tegen Marseille, maar daar zullen we zo misschien nog wel op komen, denk dat hij best wel van pas kan komen. Gewoon ook met heel veel arbeid zonder bal. Van dat tegen Utrecht ook wel, elke bal waar hij op doorloopt. Ja. En het wordt een beetje cliché natuurlijk, omdat wil je dat van een 10 of wil je dat van een spits? Nou ja, ik denk dat het voor de manier van Feyenoord wel heel erg goed is. Maar je gaat dat vanavond toch sowieso nodig hebben, want Sampaoli die neemt veel druk, ook in de opbouw. Ik kreeg nog een filmpje doorgestuurd van Wouter tijdens Marseille-Reims, waar jij volgens mij ook bij was. Waar een man dan daar 30 meter voor zijn goal super veel risico nam. Ja, als je dan Til of Linz hebt die overal op loopt, dan gaat zich dat een keer uitbetalen. Ja. Zeker, en dat uiteindelijk is dat ook wat je wil. Het is een beetje cliché en naast natuurlijk alle tactische inspanningen die je doet. Maar je wil natuurlijk ook gewoon dat er iets gaat leven in de Kuip. Ja. En je moet misschien een opstootje forceren in de eerste 10 minuten. Dan kan je het in zijn hoofd laten. Ja, weet je wel, dat vind ik wel. Ik moet dan altijd denken aan Utrecht AZ ooit. Waarbij je echt zag van, die gaan er alles aan doen om hier een oorlog maken. Ja. Weet je wel. Ja. En ja, ik denk dat Marseille, kijk, het is een goede ploeg. Maar het is ook een ploeg die daar wel een beetje van onder de indruk kan zijn. Dat gevaar ligt in de uitwedstrijd natuurlijk precies andersom ook op de loer. Maar daar ben ik wel benieuwd naar hoe dat gaat zijn. Hoe Marseille daarmee omgaat. Hoe Feyenoord dat daar misschien wel een beetje op in gaan spelen. Want er wordt vaak gezegd dat wij dat niet kunnen in Nederland. Nee, precies. Ja. Nou, ik vind dit Feyenoord toch wel een paar hele fijne boeven hebben. Die dat ook wel een beetje toch een beetje op kunnen naaien. Ik moet aan Atletico Madrid thuis hier denken. Dat was goed, hè? Ja. Oh, dat was heerlijk. Daar was ik ook bij. Nou, ik zat te genieten. Dat was een vriendschappelijke pot. Zag je al die oorlogsslagers en die Serviërs? Ach, wat heerlijk, man. Ja, dat was prachtig. Hoe groot is het gemis van Pusic dan vanavond? Ja, dat je die mist. Ja, voor in de rust kan je best gebruiken. Nee, sterk. Hey, laten we het even over Marseille hebben. Ik denk dat jij van ons drieën daar met afstand het meeste van weet. Ik heb ze niet als het meest gezien. Of ik het meeste van weet, weet ik niet. Maar ja, dat denk ik ook. Staan tweede in Frankrijk. Ja, dat is best wel goed. Dat is de nieuwe titel in Frankrijk. Want Paris Saint-Germain werd afgelopen weekend kampioen. Nou, dat werd amper gevierd. En als je tweede staat, nou, daar is die concurrentie best wel groot omheen. Nice heeft goed geïnvesteerd, goed ingekocht. Monaco altijd sterk. Ja, Lyon laat het dan een beetje afweten dit jaar. Maar Rennes ook heel goed. Nou, als je dan tweede staat en toch ook relatief los. Ik geloof dat ze 6 punten los staan daarmee. En ja, die tweede plek is heel veel begeerd. Hè, want ja, die geeft recht op Champions League. En een derde plek niet direct. En dan komen zij vaak ook wel in de niet-kampioenenspoor. Nee, komen ze een Shakhtar tegen of zo. Ja, dat moet je ook maar net van winnen. Dat is toch vrij lastig. Dus ja, hoe staan zij ervoor? Het is minimalistisch. Maar ze winnen wel bijna alles. Ze hebben, ik geloof, van de afgelopen 3 maanden alleen bij Paris verloren. Nou ja, dat is geen schande natuurlijk. Wel vrij kansloos, hè? Ja, ik heb die niet gezien. Toen was ik hier bij de bekerfinale. Maar ik geloof dat maar nee, was zo, maar ja, kan je dat is op een andere schaal. En als je dan kijkt, nou, net als Feyenoord, toch wel hele serieuze ploegen uitgeschakeld. PAOK 2 keer van gewonnen. Basel. Dan denk je toch van, nou ja, dat ook daar is iets in die groep geslopen. Maar hoe moet je zo'n club financieel dan inschatten? Want we hebben toen Lille gehad tegen Ajax als kampioen. Ja, daar had Ajax het op zich niet heel moeilijk mee. Is er een club met een begroting die veel hoger ligt dan Feyenoord? Ja, zeker. Je hebt het echt over 100, 150 miljoen. Ja. De exacte bedragen weet ik even niet, maar dat gaat wel over de 100 miljoen van zowel Marseille als Lyon. Dat zijn gewoon in alles grotere clubs dan wat wij in Nederland aan het doen zijn. Dat zie je ook denk ik aan de spelers die zij kunnen halen.
jongens die uit een Europese top... Ja, het is ook een Europese topcompetitie natuurlijk, maar die uit een nog grotere competitie komen. Bijvoorbeeld uit de Premier League. En dat ze die dan toch kunnen halen. Maar ook wel slim transferbeleid. Jongens huren, die ze dan nu langer aan zich willen binden. Zoals Saliba. Ja, die zouden ze toch wel graag willen houden. Het is goed achterin. Ja. Guendouzi kan ik erg van genieten. Payet natuurlijk. Dus, maar ja, nee, dus in die zin is Marseille altijd favoriet. Alleen als je me vraagt van ja, hoe groot is dat verschil? Dan zie ik het verschil in de begroting zie ik niet per se terug. Nee, ik vind ze beter. Ik vind ze favoriet. Maar het is zeker geen kansloze missie voor Feyenoord. Nee, absoluut. En het is natuurlijk wel grappig hè, hoe dan Marseille dit jaar echt op een Champions League plaats staat. Begonnen in de Europa League. Daar redelijk kansloos van afgegaan. En uiteindelijk wel doorgestoomd in de Conference League. Het zit inderdaad wel van, is dat dan ook een beetje hoe zo'n seizoen kan gaan? Of is dat... Ja, ik vind dat wel moeilijk inschatten. Van, ze zitten, ik vind Feyenoord van de vier ploegen. Zou je die misschien als laagste inschatten? In ieder geval met Roma en Leicester. Ja, precies. Ja. Maar als je dit dan ziet, dan denk je van nou, de route van Feyenoord voelt logischer. Ja, nou ja, het is natuurlijk wel iets knapper van Feyenoord. Omdat gewoon Marseille simpelweg al is uitgeschakeld. In een pool met volgens mij Lazio, Gala. En Lokomotief. Ja, nou ja, dat zijn ook niet de grootste ploegen natuurlijk. Dus ja, nee. Aan de andere kant, ze hebben met Payet wel even iemand. Waar ik heel zenuwachtig van zou worden als ik Oif Marciano was vanavond als hij aan gaat leggen. Maar dat is ook het grappige, want afgelopen zondag gaven ze best wel wat mensen rust. Hè? Bijvoorbeeld Payet, want hij is ook al 35, niet te vergeten. En dan zie je op het moment dat hij er in de rust inkomt, dat die hele dynamiek in dat elftal verandert. Hij gaat de bal overal ophalen. Alles is voor hem. Iedereen kijkt ook naar hem van, hij gaat bepalen wat we nu gaan doen. Weet je wat? Dan merk je echt dat, zowel qua voetbal, maar ook qua statuur, komt de leider op het veld. En dat is wel heel mooi om te zien. Want alles wat hij doet is sierlijk. Alles wat hij doet is mooi. Ja, wat jij zegt over zijn trap. We hebben thuis tegen Pa ook gezien. Die zijn ze nog uit de kruising aan het zagen. Ja. Ja. Dus ja, geweldige voetballer. En ook wel een voetballer waar ik verschrikkelijk van ga genieten. Maar ik hoop toch stiekem natuurlijk ook dat we dat vanavond even niet gaan zien. Of ook. Dat er twee op de lat vallen zou heel lekker zijn. Dat zou prachtig zijn. Of dat Marciano er een keer een pakt. Ja, dat zou ook wel een keer lekker zijn. Dat is ook zo. Hè. Feyenoord is wel een club van anti-helden met Gian, met Kiepric. Het zou bizar zijn als Marciano gewoon even Feyenoord doorsleept tegen Marseille vanavond. Ja, droomscenario. Ja man, dat zou vet zijn. Maar hey, kun je je op zulke standaard situaties als een vrije trap van 25 meter voorbereiden? Of is het gewoon bidden tot God? Ja, je muur. Je muur, ja, een hele goede muur bouwen. Ja, ik denk dat Payet zeker bij West Ham heeft laten zien dat die krult zijn meters om de muur heen en dan slaan ze nog in de verre kruising. Dus ik ben bang dat soort situaties. Sneijder heeft dat ook wel eens gezegd, hè, van als ik daar kan aanleggen, dan is 80% kans dat hij goed is. Ja. Ja, weet je, ik moet dan wel te denken aan Pierre van Hooijdonk, die zegt van probeer niet de onhaalbare bal te redden. Nee, probeer nou die bal die je moet hebben, probeer die te pakken. Ja. Maar daar zit het dus eigenlijk ook al in. Van ja, als je hem goed genoeg trapt, van die afstand, kan je nog zo'n mooie muur neerzetten, maar dan gaat hij er gewoon in. Maar moet je dan niet super primitief gewoon ook iemand bij de paal zetten? Wat mensen in FIFA doen. En buitenspel verschrikkelijk opheffen. Is dat, hè? Ja, en mensen bij... Weet je, dan staat niemand meer buiten. Dat is echt... Dat is het moment voor mij om met mijn controle te gaan gooien, hoor. Als je dat doet. Dat is zo uit de muur weglopen en dan de ultieme bitch move. Ja, maar ja. Nou ja, als het wat moet, dat moet. Weet je, en alles is geoorloofd. Kijk, ik denk dat we jaren geleden ook niet hadden voor kunnen stellen dat de mensen achter een muur gaan liggen. En nu is het normaal. Precies, weet je, ja, man. Ja. Alles is in die zin geoorloofd om hem tegen te houden. Dus we gaan het zien. Maar ik ben bang dat als hij inderdaad goed genoeg is, dat hij er toch wel in kan. En dat was met Bijlo niet anders geweest natuurlijk. Is ook zo. Payet, absoluut sterk houden. Je noemde hem al Saliba. Daarnaast best wel belangrijk. Guendouzi. Amin Harit doet het heel erg goed dit seizoen. Zie ik best wel veel positieve dingen over voorbij komen. Ook van dat hij zich eindelijk een beetje ontwikkelt als volwassenere speler. Dus dat is wel leuk om te zien. En ja, gaat vanavond waarschijnlijk niet in de basis staan. Nee? Dan krijg je toch Payet natuurlijk sowieso de voorkeur op linksbuiten. En op rechts komt Cengiz Under. Ook niet de minste natuurlijk. Weet je ook nooit van wat hij gaat doen? En Milik is toch ook wel gewoon de vaste spits in principe. Dus ik verwacht dat die drie voorin gaan spelen. En Harit zou eventueel van de bank kunnen komen. Maar er zijn wel meer jongens die bij een andere club niet zo lekker gingen. Harit is een voorbeeld. Guendouzi, ja. Arsenal vond hem altijd heel druistig, heel wild, heel lastig. En nu laat hij, maar nu laat hij ook zien dat hij echt heel veel goed kan voetballen. Hij is ook vaak voor de bal. Ja. Dan zoekt hij zijn plekje tussen de linies. En dan gaat hij vanuit daar verder het spel verdelen. Want hij heeft gewoon ook een hele goede paas. Loopt veel plekken, loopt veel gaten dicht. Dus hij is ook wel heel belangrijk voor het spel van dit Marseille geworden. En dat vind ik wel leuk om te zien. Ja. Ik vind hem niet zo irritant als jij, laat ik het zo zeggen. Ik vind hem heel vervelend. En ik zat nog even de samenvatting te kijken van Marseille tegen Paok. Toen Paok bizar veel kansen kreeg trouwens. Goedold, Steve Mandanda, 37. Houdt ook nog steeds een hoop tegen in de Conference League.
Vind ik ook mooi. Zeker. Levende legende. Ja. Meeste wedstrijden ooit in Marseille. Kamp gaat vanavond zijn 100ste Europese duel spelen. Ja, dat is best wel heel veel. Ook voor een club als Marseille. Ja, die toch ook niet altijd tot aan de eindfase meedoen. Dus ja, dat zegt wel heel veel over zijn status ook. En ja, hij is de vaste Conference League keeper. Dus Paul Lopez die doet alles in de competitie. En ze hebben hem aangewezen voor de Conference League. Ja, ja, mooi toch? Zeker dat hij dat er even meepakt. Ja, want laten we het even over diezelfde man dan daar hebben. Dat filmpje wat jij net over Van Wouter zei, die stuurde hij ook naar mij. En dat was natuurlijk van de wedstrijd tegen Reims. Van hoe hoog Sampaoli zijn keeper wil hebben. Die staat gewoon tussen centrale verdedigers. En dat is wel, Sampaoli is natuurlijk best een hype geweest, ook in Nederland. Heel veel altijd om, ja, die moet bondscoach worden en zo. Was natuurlijk heel leuk geweest. Tenminste, ik vind het altijd heel aantrekkelijk om zo'n druk te maken langs de lijn te zien staan. Daarom ben ik ook fan van Slot. Hoe zien jullie dat? Nou, het is natuurlijk tactisch en beroemd om zijn stijl. En ja, hij wordt niet voor niks zo gepropagandeerd, ook door andere trainers. Nou, dan doe je het natuurlijk goed. En kijk, hij is natuurlijk langs de lijn is hij net te gek. Je haalt het al aan. En dat past ook wel een beetje bij Marseille. Ik zei het van de week ook tegen een paar collega's. Ja, je wil niet Ron Jans als trainer van Marseille. Weet je, een hele goede trainer, ook rustige man. Maar dat past daar niet. En je moet in Marseille een beetje bestand zijn tegen de druk en tegen de gekte. Want die is er altijd. En ja, ik denk dat hij daar bij uitstek geschikt voor is. En hij haalt ook gewoon aantoonbaar meer uit de selectie dan zijn voorgangers. Want ze spelen best leuk. Het is minimalistisch, zei ik net al. Maar ja, als je ziet hoe makkelijk ze de wedstrijden toch uiteindelijk over de streep trekken. Dan, maar hij neemt ontzettend veel risico, toch, met zijn voetbal? Zeker. En ja, daarom verwacht ik dat daar ook wel kansen gaan liggen voor Feyenoord. Want het is leuk om naar te kijken vaak, maar het is zeker niet waterdicht. En dat is ook een beetje de kritiek natuurlijk op zijn stijl altijd. Ja. Hè, van ja, ook zijn grote voorbeeld natuurlijk Bielsa. Hoeveel wedstrijden die met Leeds wel niet met 6-3 heeft gewonnen en verloren, weet je wel. Dat zit er natuurlijk toch altijd een beetje in. Al vind ik dat ze de laatste weken, ja, krijgen ze toch weinig tegen. Dus dat. Maar ik verwacht wel, Feyenoord gaat sowieso kansen krijgen. Stormen toch vanavond? Ja, het zou natuurlijk heel leuk zijn om een hele open wedstrijd te krijgen. Die kans zit er natuurlijk wel in. Ja. Bedoel, als je wat Feyenoord graag doet, is natuurlijk het druk zetten. Nou, als je dat kan doen op een Marseille dat heel graag wil voetballen, dan gaan daar sowieso heel veel fouten uit ontstaan. En ook heel veel ruimtes bij Feyenoord achterin ontstaan. Ja, want het lekkere is, je kan jezelf niet echt voorbij lopen als Feyenoord zijn. Je moet gewoon gas geven, ja. 100% ja. gaan. En, en die tactische discipline, die past beter bij zo'n avond in de Kuip dan twee lijnen van vier en dan van links naar rechts schuiven om het maar dicht te houden. Er is ook geen reserve. Hè. Kijk, ik denk dat we allemaal liever hadden gewild dat Feyenoord de tweede wedstrijd thuis zou spelen. Ja. Maar je weet wel dat je het vanavond moet doen en dat het daar best wel lastig kan worden. Dus je moet vanavond gewoon een wereldprestatie leveren. Je moet alles geven en in die zin moet je ook tot het gaatje gaan. En Marseille zal misschien nog wel eens in zo'n wedstrijd op twee gedachten hinken. Van nou, stel het staat 1-1, 80ste minuut. Van, ja. Trek hem dan maar over de streep. Maken we thuis af. Ja, Feyenoord heeft die reserve niet, denk ik dan. Dus die moeten daarin volledig tot het gaatje gaan. En ja, we noemden net al ook de andere ploegen. Leicester, Roma. Ik heb Leicester dit seizoen gezien, tegen PSV ook onlangs, vond ik echt een ander niveau. Ik heb Roma tegen Vitesse gezien, dacht ik, nou. En ik vind Marseille niet van het niveau Leicester op dit moment. Ik vind die echt aantoonbaar beter, wat ik tot dusver dit seizoen heb gezien in verschillende competitiewedstrijden. Dan Roma, wat natuurlijk ook bij Bodo Glimt op de donder krijgt. Ja. En Marseille, wat ook nog wel eens tegen een tikje aan is gelopen, zeker in de eerste seizoenshelft. Dus ik verwacht wel dat daar mogelijkheden gaan ontstaan voor Feyenoord. En dat het heel leuk wordt eigenlijk. Ja. En wat moeten we fucking blij zijn dat die uitdoelpuntregels afschaften. Vind je dat echt? Vind je dat niet? Wat? Maar nou, besef alle Champions League wedstrijden nu? City Real was nooit in 4-3 geëindigd met die uitdoelpuntregels. Maar weet je wat ik het jammere vind? Ik vond het echt zijn charme hebben dat één goal alles kan veranderen. We hebben het laatst in Afrika nog gehad bij die playoffs voor het WK. Ja, klopt. Was dat Algerije tegen Cameroen, dacht ik. En dat in de verlenging één goal veranderde alles weer, zeg maar. Dat vind ik ook zijn charme hebben, dat alles of niets. Ja, maar dat is toch zo, dat heb je toch sowieso wel een beetje van, nu wordt het 4-3. Dan heb je het daarna natuurlijk, als die uitslag bij elkaar zit, dan heb je nog steeds dat een doelpunt alles kan veranderen. Ik vind die uitgoals zorgde voor mij voor veel meer van, ze zijn tactisch bezig omdat de anderen. Ja, het is wel zo dat vaak in die onder die oude regeling waren heenwedstrijden per definitie niet leuk. Ja. Want beide ploegen wilden nooit het achterste van hun tong laten zien. Dus, hè? Dat is wat jij nu zegt. Ik hou van zaadpartijen, jongens. Dat is gewoon mijn. Nee, daar kan je me heel groot voor. Frans voetbal. Ja. Nee, maar goed, dat is inderdaad wel iets. Dat heeft zijn voordelen, ja. Ik ben er alleen nog niet helemaal gewend als kijker. Ik merk dat ik. Je zit te rekenen de hele tijd. Nou, ik merk wel dat bijvoorbeeld als dan iemand toch een goal erin, dan zeg ik, uitgoal. Oh nee, maakt niet uit. Ja, 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 wel, ja, dat, ja.
Ja, misschien moreel. Ja, precies. Maar dat moet gewoon nog even Ik heb het ook nog weinig gehoord bij commentatoren. Dat ze dan toch zeiden de cruciale uitgoal of zo. Ja. Die zijn misschien helemaal gewend. Over spelregels gesproken. Er is vanavond VAR. Dat was eerst nog niet. Eerst zou het alleen in de finale zijn. Denk je dat de vorige wedstrijd bijvoorbeeld van Feyenoord ook daar een beetje mee heeft geholpen? Ja, ik denk dat die impact gewoon het hele toernooi al best wel groot is. AZ is bizar genaaid natuurlijk in Scandinavië door de VAR. En als je eenmaal gewend bent eraan, dan kun je niet meer terug. Het voelt zo onrechtvaardig. Die penalty die Zwolle onthouden werd in Waalwijk, waar het dan vol onderuit werd gehaald. En Kamphuis een geel gaf voor een Schwalbe. Ja, dat kan gewoon niet meer anno 2022. Dus ik denk dat het supergoed is dat de VAR er zo vroeg mogelijk bijgekomen is. En dat het eigenlijk al eerder gemoet had. Tuurlijk, het is niet uit te leggen dat het bij de een wel is en bij de ander niet. En kijk... Het is gewoon een serieuze Europese competitie. Het is het derde toernooi en daar moet je dus ook gewoon dezelfde kappen voor stellen natuurlijk. En dus ja, het is eigenlijk veel te lang niet geweest al. Precies. Want inderdaad, je komt anno nu, je krijgt zulke scheve, je komt er niet meer mee weg. Vroeger wist je het, zat het ook een beetje in de sport opgesloten van dat het af en toe, dat je wel eens genaaid werd en je had hem wel eens mee en dan lag hij in je vuistje. Maar het kan niet meer en je wil niet... Op geen enkele manier dat vanavond Feyenoord genaaid wordt. Jij zal er misschien anders over denken, maar ik wil ook niet dat Feyenoord een voordeel krijgt wat ze niet verdienen. Ik heb hier ooit een buitenspelgoal gezien in het stadion. Dat wil ik nooit meer meemaken. Deed dat pijn toen, Wamberto? Dat deed behoorlijk pijn en dat doet nog steeds pijn. Dus nee, dat wil ik nooit meer meemaken. Dus en dat zo wil je ook niet winnen, man. Het is zo'n bizar gelul om dat dan charme te noemen. Oh, dat slaat dus helemaal neer. Ik vind het mooi, die controverse die dan gewoon nog jaren... Zoals dat we het nu nog over Wamberto hebben. Wanneer was het? 2002. Maar waarom is dat de charme? Dat is toch prachtig dat we het daar nu nog steeds over hebben. Dat is hetzelfde als dat Max Verstappen morgen tweede rijdt en dat hij in één keer een raket in zijn reet krijgt en dan iedereen voorbij rijdt. Nou, de charme. Zo doet iedereen alsof hij dat elke keer. Dat is waar, maar dat denk ik, nee, maar kijk, sport moet eerlijk zijn en dat is de basis van de sport. En ja, waar ik wel een beetje moeite mee heb is af en toe dat... Ik vind het wel moeilijk af en toe bij de VAR dat er goals worden afgekeurd waarvan je zeker in het stadion helemaal niet door hebt. Wat er nou bijvoorbeeld... Ja. Het is natuurlijk volgens de letter de wet klopt het helemaal. Hè, dat Ajax hier allerlei goals afgekeurd krijgt met die bekerfinale. Maar ik zat op de tribune. Ik had gewoon helemaal niks door, weet je wel. Nee, precies. Ja, daar is ook wel wat voor te zeggen. Maar uiteindelijk, die buitenspelregel is zo zwart-wit. Die kun je ook niet anders interpreteren, toch? Of je moet hem veranderen. Is ook zo. Nee, maar ik ben blij dat hij er is, de VAR. Ik ook. Even wat voorspellingjes voor vanavond. De vorige... Feyenoord Marseille was 3-0. Rood voor Van Wonderen. Marseille twee keer geweldige rood in wedstrijd. Half uur. Ja. Vandaag veel kaarten? Ja, ik hoop het, man. Ik hoop gewoon op een ordinaire... Nou ja, schoppartij moet het niet worden. Maar wel met het mes tussen de tanden en kopstoten en alles wat erbij komt. Lijkt me heerlijk. Een paar kaartjes, altijd goed. Ja. Slot en São Paulo langs de lijn. Ja, ze hebben elkaar heel lovend toegesproken natuurlijk in de pers. Lijken ook wel een beetje op elkaar. Zowel qua uiterlijk als qua tactische ideeën. Ja, dat is waar. São Paulo is dit seizoen ook al geschorst geweest, hè? Gewoon zeg maar met de gele kaartenregel. Dat hij dus zoveel... dat die vijf... Mooi. Dus dat zegt misschien ook wel alles. Want ja, die loopt echt... die loopt kilometers aan de zijlijn. En soms zit ik in het stadion, zit ik alleen maar op hem te letten. Ja. Ik was bij Marseille en Monaco 2 maanden geleden. Zit ik gewoon alleen maar naar hem te kijken. Weet je, want die wedstrijd was niet om aan te gluren. Hangen die netten er vanavond? Hier in de Kuip, wel. Ja, dat hoop ik voor São Paulo. Ja, maar dat is wel... Kijk, wij weten van hoe de Kuip kan leven. En dat weten ze in Frankrijk inmiddels ook wel. Maar ik denk dat hij van alle mensen van Marseille daar het minst van onder de indruk gaat zijn. Dat maakt zich niet zo druk. Het is geen Bonbonnière natuurlijk. Nee, precies. Is een gelijkspel vanavond al genoeg voor Feyenoord? Ja. Moet je daar tevreden mee zijn? Dat denk ik niet. Ik denk dat je moet winnen. Want ja, wat Jean-Paul zegt, zij zijn thuis natuurlijk echt superieur. Denk ik. Ja, thuis wordt die uitwedstrijd wordt ook weer van een ander niveau vergeleken met wat Feyenoord tot dusver dit seizoen heeft meegemaakt. Maar waar ik wel kansen zie, en dat is een beetje voor Feyenoord en Marseille, zijn ze heel erg vergelijkbaar in. Het is een geweldig publiek aan allebei de kanten, maar het is ook een heel kritisch publiek. Ja. Dus je hebt wel ook de mogelijkheid, en daar moeten ze vanavond voor waken, je moet het stadion meekrijgen. En als Marseille de eerste kwartier daar als een krant speelt, dan gaan ze ook het publiek over zich heen krijgen. En dan kan dat ook weer eerder verlammend gaan werken dan dat ze de wind in de rug ervan krijgen. Dus dat is ook wel, ik moet dan denken aan Ajax Feyenoord in de competitie, dat Feyenoord daar ook een beetje in slaagde tegen Ajax. Hè? Dat de arena was doodstil en keerde zich haast een beetje tegen de eigen spelers. Ja. Met Blind toen en dat er om Taliafico werd geroepen.
Nou ja, laat Feyenoord daar dat ook als ze dat voor elkaar kunnen krijgen dan. Ja, precies. Ja. Maar goed, dat zal Marseille misschien ook wel meenemen naar de wedstrijd van vanavond. 100.000 fakkels. Dat wordt weer even een boete, hè? 20.000 euro. Volgens mij staat nu totale boete staat volgens mij nu op 8 ton van dit jaar. Had je gewoon een spits van kunnen kopen, zo'n beetje. Maar ja, dan liever die fakkels. Ja, ja. Dan toch liever de trappen blokkeren. Ja, maar dat is wel met vuurwerk is het wel... Ja, kijk, het kan heel mooi zijn, want je ziet ook, als er niet meer gegooid wordt, is het gewoon hartstikke tof. Ja. Dat zie je vaak genoeg in Duitsland en zo. Ja, ik hou er heel erg van. Alleen, je hebt altijd mafketers, die kunnen er niet mee omgaan. En ja, die smijten het op het veld. Ja, er moet een manier komen om dit enigszins gewoon werkbaar te maken, toch? Dat je het op wat voor manier gewoon af kan steken op de tribune. En dat je niet elke keer die domme boetes... Nee, van de week in Reims was het ook. En dat was gewoon gecoördineerd. Want we zagen voor de wedstrijd, zagen we de stewards al. Die stonden met emmertjes stonden ze daar en zo. Dus die wisten wat er ging gebeuren. Nou, spelers komen het veld op, hartstikke veel fakkels. Nou, iedereen pleurt hem in die emmer en klaar is Kees. Ja. Weet je, hartstikke mooi, geen gewonden, geen gevaarlijke situaties. Iedereen blij, weet je? Ja. We gaan het zien vanavond, jongens. Ik heb er heel veel zin in. Ik wil het nog heel even hebben. Gisteren hebben we natuurlijk de Koningsdag special opgenomen. Alles in het oranje. Zeker. Nog reacties gehad? Ja, over dat ik een tompoes in twee happen naar binnen werk. Ik vond het filmpje wel heel leuk. Met de hand op het hart. Daar ging mijn patriottenhart toch wel van... Van hart van kloppen. Acteren, dat kunnen wij wel. Nee, integendeel. Oh, wat zijn we nationalisten. Ja. Jezus, ja. Nee, ja. De Republiek. Ik heb maar 2 biertjes hoeven weg te geven. Ja, beter ook. 2 mensen die naar me toe kwamen, Arne Slot. Nou, gelukkig was ik al lang blij mee. Ik dacht, het kan een hele dure dag worden. Nou, zo groot zijn we nog niet, gelukkig. Nee, gelukkig niet. En laten we dat maar zo houden. Ja, precies. Laten we nog heel even terugblikken op de Champions League wedstrijden. Zowel van dinsdag als van gisteravond. Ja, City tegen Real was fantastisch. Het was echt fantastisch. Ja, achteraf baalde ik een beetje, want ik was gewoon voor Koningsnacht gegaan. En mijn vader begon al heel veel te appen over dat het geweldig was. Dus ik had eigenlijk een beetje verkeerd gegokt, maar zelfs de samenvatting was fantastisch. Dus dat, ja. Ja, en de ene na de andere geweldige goal natuurlijk. Hè? Dat, en dan als kers op de taart nog even het paneenkaartje of soort van Benzema. En alleen al het feit hoe die wegloopt, hij genoot van zijn eigen klotenstreek. Ja, weet je wel, dat heb ik ze toch even allemaal in de zeik genomen. Heeft die gozer een zelfvertrouwen? Ja, och, man. Dat is toch lekker als je zo in je vel zit als hij zit op dit moment. In een vol stadion, half finale Champions League, even chippen. Ja, alles al meegemaakt, gewoon nergens meer van onder de indruk zijn. Ja, terwijl het ook moet, hè, want anders is het gewoon... Als is het echt een flinke missen, dan heb je voor de return een veel kleinere kans. En wel ook wel heel lekker dat Guardiola niet even een bizarre streek heeft uitgehaald met een keeper op linksback, waardoor City gewoon ook top was. Dat hij het gewoon een keer normaal deed. Ja, dat was ook echt gruwelijk. Ja. Ja, wij hadden ook inderdaad Koningsnacht gepland bij iemand thuis. Dus dat was denk ik een mannetje of 20 of zo. En uiteindelijk zaten we gewoon met z'n allen voor de televisie. Muziek werd afgezet, televisie aan. Ja, mooi toch. Laten we gewoon voor wat kijken. En jij hebt gisteren ook gewoon nog gekeken. Ik heb gisteren ook lekker gekeken, ja. Oranje Bloesem was om... 8 uur afgelopen. Nog 1 keer het festival noemen? Oranje Bloesem, gesponsord. Is dit een gesponsord dingetje? Nee, dat is maar zo'n ding. Maar toen lekker naar huis gaan. Rustig op het bankje. Kogellam. Gekeken. Ja. Nee, dat viel wel mee. Ja, dat viel wel mee. Er zat niet zo heel veel bier in. Maar wel een beetje mosterd naar de maaltijd vergeleken bij... Kan ook niet anders, hè? Nee, want dat, veel ook een beetje... Ik moet zeggen, ik zat via Ziggo te kijken. Een beetje negatieve insteek. Werd heel veel gehaat op Villarreal. Terwijl ik ook wel weer snap dat Villarreal voor een hele verdedigende... Ja, tactiek. Ja, weet je, we hadden het de vorige keer over hypocrisie bij Jan Vertonghen. Maar ik vind het een beetje van de media een beetje hypocriet. Want we juichen allemaal als ze met dit voetbal winnen van Bayern München. Oh, wat knap. En dan proberen ze hetzelfde tegen Liverpool. Lukt het niet. Ja, het is in principe hetzelfde laken en pak. En het is ook weer, het is wat negatiever natuurlijk. Maar het is ook weer, het is geen getaffe, weet je wel. Nee. Kijk, klopt. En wat moet je dan doen? Met op Anfield, met 4-3-3 druk naar voren. En kijk maar hoe het schip gaat. En dan wordt het 6-0. Mané, Salah en Luis Diaz. En wat zeggen wij dan allemaal? Wat naïef, wat slecht. Dat is het. Je pas je aan in zo'n situatie. En je moet ook niet anders doen. Dat vinden we in Nederland wel eens, nooit aanpassen aan de tegenstander. Ja. Sommige mensen vinden dat een zwakte bot. Nou, ik vind het een zwakte bot als je altijd alleen maar aan jezelf denkt. Want elke wedstrijd is anders en elke tegenstander is anders. Ja. Dus dat... Is het nog een wedstrijd in de return? Ik denk het niet, voor toch? Mij niet. Nee, voor mij niet. Liverpool is gewoon te goed. Volgens mij waren Michael Owen en Rio Ferdinand het over eens dat het beste Liverpool ooit was. En eigenlijk kan ik me daar echt best wel in vinden. Ja, ik heb die tijd onder Shankly niet heel goed opgelet. Nee, ik moet zeggen dat ik ook af en toe een wedstrijd sloeg ik ook wel eens over, maar, hoe dit... Het is in ieder geval het beste Liverpool wat ik 100% het beste en het leukste om naar te kijken. Ja. Want toen ze in 2005 de Champions League wonnen tegen Milan. Kijk, dat was natuurlijk heroïs. Maar het was niet een ploeg waar ik nou echt de tv voor aanzet. Nee, daar speelden de Smishers en zo, ja. Ja, nee, dat is niet per se de... Dat was wel heel cult ook, toch? Dat die de Champions League toen wonnen. Jimmy Traoré op linksback. Ja, ook een mooie tijd. Ook een mooie tijd, ja. Nee, maar daar had ik nooit zoveel mee met dat Liverpool. En dit is geweldig. Hier blijf je echt voor thuis. Ja. Nee, zeker. Helemaal eens.
Hij zit erop, jongens, de daily van vandaag. Ik vond het mooi, we moeten vaker doen voor de kijkers. De zon schijnt. Het lekker lang over Feyenoord hebben. Maar een stand-upje op locatie ziet er altijd goed uit, dat weet je, hè, Broes. We laten jou gewoon invliegen. Ja, hier kan je me altijd naartoe lokken. Taxi voor de deur. Taxi wordt voor het champagne. Ja, wordt maar dat was echt omdat ik te laat was. Dus ik ben nog altijd afhankelijk van het OV. Dus alleen ja, dan moet de nood breekt wet dan, hè. Dus als er een rijschool is? Als er een rijschool is, ja, vertel maar niks. Op mijn werk hamen ze er ook al op. Zijn ze er ook een beetje klaar mee dat ik nooit een rijbewijs heb. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken dat je tijd voor ons hebt gemaakt. Ik jullie ook. Nee, hartstikke leuk. Altijd en, leuk. Vanavond lekker naar de wedstrijd, dus heel veel zin in. Heel veel plezier. Martje, heel veel plezier en bedankt. Yes. En alle kijkers en alle luisteraars, uiteraard ook heel erg bedankt. Geniet ervan vanavond en morgen zijn we er weer met een nieuwe FC Afkikken Daily. Tot dan!